ik ben in Witte de Wit vandaag en we zijn in de tentoonstellingsruimte. Dus we hebben geen vaste collectie, maar we hebben steeds wisselende tentoonstellingen. En daar gaat Jeroen Lawen wat meer over vertellen. Waar kijken we naar? Waar kijken we naar? We kijken nu naar de solo tentoonstelling van Fidelee Baez. Zuid-Amerikaans. Ja. En zij heeft hier een totaalinstallatie aan de ene kant en drie van haar grote werken aan de andere kant in de galerij. En zij werkt vooral met de geschiedenis waar ze vandaan komt en dat is de Haïtiaanse revolutie. Zij is deels uit Haiti, deels uit Amerika, opgegroeid in New York. En dat is eigenlijk, het is een hele grote revolutie geweest, heel erg. Heel veel mensen zijn daar aan gestorven en zij heeft nu deze werken gemaakt uit onderzoek vanuit die revolutie. Dus zij heeft blauwdrukken gepakt van gebouwen en daar overheen heeft zij geschilderd wat zij daarbij voelt. Niet per se, ze zijn uit Louisiana en dat is de Zuid-Amerikaanse regio waar ook heel veel mensen wonen, waar het heel arm is, waar heel veel, hoe zeg je dat netjes, mensen uit Zuid-Amerika wonen die uiteindelijk naar Noord-Amerika zijn verhuisd en waar bijvoorbeeld ook de grote orkaan langs is gekomen. En echt benadeelde mensen. Ja, en zij heeft drie werken gekozen voor deze tentoonstelling waarin zij die blauwdruk heeft laten drukken en daar overheen heeft geschilderd wat zij daarbij voelt of wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld dit is vuur. Dat is die toren die is ook in brand gestoken. En dit is de orkaan en moet ook een abstracte versie van het water voorstellen. Oké, ga met mij de installatie. Dit is eigenlijk wel een installatie waar Fidelee Baez op dit moment wel het meest bekend om staat. In 2018 heeft zij op de Berlijnse Biennale gestaan. Daar is ze eigenlijk al ontploft als kunstenaar. Daar heeft zij een versie van het werk wat we aan die kant zien ook gepresenteerd. En wat zij eigenlijk met deze installatie wil bewerkstelligen, is dat het een heel verborgen gevoel geeft. Ja. Dus die revolutie is heel erg geweest. En alles wat hier gedrukt is op dat blauwe zeil, dat zijn symbolen, emblemen, beelden die voortkomen uit die cultuur die iets betekenen. Elk beeld afzonderlijk betekent iets. Want ik heb juist een beetje een soort kerkelijk gevoel. Ja? Dat dit echt een soort kathedraal is. Ja? Ook gewoon vanwege de punten die... En, nee, zij heeft die punten, die zijn ook expres niet symmetrisch. Oh ja. Dus ja. Zij wil echt een beetje dat God... Ik kan me voorstellen dat het een kerkelijk idee geeft. Dat zou ik ook wel kunnen zeggen. Maar zij heeft echt expres alles niet symmetrisch willen maken. Ja. Dus zij is begonnen met een symmetrisch doek. Heeft dat eerst niet symmetrisch opgehangen. En is daarna met de hand ook alle hoeken en plekken waar planten uitkomen... is zij met de hand gaan bewerken. En zij wil zo dat geborgen gevoel geven. Een beetje een natuurlijk gevoel. Ja. En dat is inderdaad ook, het heeft niet iets per se iets primitiefs, maar het heeft wel een beetje die grottekening inderdaad van veleer. Maar dan zitten dus hele moderne elementen in, want ik ga even meenemen. Zoals het kammetje voor afro haar. Ja, en dat heeft dus ook weer voor haar een betekenis vanuit die Haïtiaanse revolutie waar zij vandaan komt en waar zij... onderzoek naar doet. En zij zegt dus eigenlijk dat alles daar begonnen is. Dat de eerste keer is geweest dat zo'n revolutie heeft plaatsgevonden. Dat het de eerste keer is geweest dat mensen benadeeld zijn. Et cetera, et cetera. Ja. En weet jij of blauw toevallig nog een betekenisvolle kleur is? Niet. Er is wel een reden voor, want het is altijd blauw. Maar... Gaan we nog proberen? Ja. Komt hieronder te staan. Komt hieronder te staan. Zo werken in ons. Dankjewel. Alsjeblieft.